We gaan naar eerst naar Oekraïne. Want het heeft NAVO-landen nog maar eens opgeroepen gisteren. De NAVO-Oekraïne-raad om steun voort te zetten. En het lijkt erop alsof die oproep gehoor vindt. De NAVO-landen hebben steun uitgesproken. Maar in welke zin? Hoe komt het op gang en hoe lang gaat het duren? We gaan erover praten met luitenant-kolonel buitendienst van de luchtmacht Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies en een vaste gast bij ons. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, NAVO-landen hebben de steun uitgesproken. Maar ja, dat zijn woorden. Het is een beetje put your money where your mouth is, heb ik het idee. Gaat het ook gebeuren? Ja, dat is nu al, 920 dagen aan de gang zo'n beetje. Ja. Lang duurt die oorlog inmiddels. Ja, NAVO-landen zeggen heel veel steun toe. Maar dan tot het moment dat het geleverd wordt en dat de Oekraïners ermee kunnen opereren. En in hoeverre de Oekraïners ook in staat worden gesteld om ermee te opereren. Dat duurt altijd weer heel lang. En ook zijn er wel positieve berichten. Dat zegt ook de Oekraïense minister van Defensie, Umerov, gisteren weer. Van, nou, we hebben goede consultaties gehad, ook bilateraal. Niet alleen maar binnen die NAVO-Oekraïne-raad. En alle landen willen ons wel steunen. Maar het belangrijkste is nog steeds, het moet er ook wel komen. Het moet er ook wel zijn. De Oekraïners moeten ermee kunnen opereren. Het zijn allemaal, ja, het waren natuurlijk allemaal nieuwe wapensystemen waarvoor de Oekraïners moesten worden opgeleid. En dat duurt gewoon lang. Ja. Maar je ziet wel geleidelijk aan wat meer succes. Nu zijn ook de F-16's ingezet om die luchtverdediging te helpen, ja, beter dicht te maken. Er zijn ook de eerste berichten van dat zondag was, geloof ik, een hele grote aanval met 200 raketten en drones op Oekraïne. En daar heeft de F-16 ook een aantal kruisraketten uit de lucht gehaald. En dan zie je ook wel dat die theorieën zoals we die eerder verkondigd hebben, dat ze in eerste instantie zullen worden ingezet voor die luchtverdediging, nu ook echt daadwerkelijk waarheid zien worden. Precies nu. Maar ja, Oekraïne zit nog steeds wel te wachten op andere toestemming. En dat is om Russische doelen op Russisch grondgebied te treffen. En verder weg ook, hè, met attackums bijvoorbeeld, die ze wel krijgen, waar ze er meer van nodig zeggen te hebben. En ook langere afstanden mee willen kunnen overbruggen. Maar ze hebben nu een eigen ballistische raket, hè, ontwikkeld. Ja, dat klopt. Ja, nou ja, met die attackums, die kunnen zo'n 300 kilometer weg komen. De Army Tactical Missile, Amerikaans systeem. Maar ja, die zet je natuurlijk niet helemaal aan het front. Dus effectief kun je die 250 kilometer in de diepte gebruiken. En dan zeggen de Amerikanen van, ja, maar alle vliegvelden en alle echt belangrijke Russische knooppunten, Russische doelen, die zijn inmiddels verder naar achteren verplaatst. Dus ja, dan wat heeft het dan nog voor nut om die toestemming te geven? Dat is een beetje het Amerikaanse excuus. Nou, daarom heeft Oekraïne gezegd, nou ja, we willen niet afhankelijk zijn van Amerikaanse toestemming. We gaan onze eigen wapens produceren. Ja. En dan ook wapens die nog verder komen. En dat is bijvoorbeeld zo'n ballistische raket, waarvan president Zelensky gisteren of eergisteren heeft gezegd van dat die succesvol getest is. Nou, dat betekent nog niet meteen dat je hem ook in grote aantallen hebt en kunt inzetten. Maar dat geeft de Oekraïners wel een andere lange arm waarvoor ze geen toestemming nodig hebben. Ja. En Oekraïne is natuurlijk toen in staat, want die hebben in het verleden heel veel ruimtevaart spullen geleverd aan Rusland toen ze nog vriendjes waren 10 jaar terug. Dus Oekraïne heeft wel degelijk die kennis en met name rond het stad Dnipro zit een heel groot ruimtevaart, ja, hub eigenlijk, waar al die kennis zit voor de Oekraïners. En die hebben ze goed kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van deze ballistische raket. Ja, ze kunnen het wel. Nu is het andere verhaal. In hoeverre speelt nu ook die bezetting van die Russische regio Koersk mee in zo'n NAVO-Oekraïne-raad? Dat landen toch weer een beetje wakker worden geschud en dat de Oekraïners daar kennelijk ook een oorlog kunnen starten op Russisch grondgebied. Helpt dat mee om de aandacht weer terug te krijgen aan tafel bij die NAVO-landen? Ja, het belangrijkste signaal eigenlijk wat Oekraïne daar richting ons, het Westen, uitstraalt is van geef ons nou maar gewoon de spullen. Je ziet dat we er wat meer kunnen doen. Het is niet alleen maar terrein opgeven, ondanks alle leveringen. Nee, het is ook dat wij in staat zijn om de Russen daar te treffen waar het pijn doet. En geef ons ook meer kans en meer spullen om deze oorlog op een gunstige manier, in ieder geval ons een betere positie aan de onderhandelingstafel te geven. Want dat opende Zelensky natuurlijk ook van de week, of van het weekend, dat hij eventueel wel zou willen praten. Nou, daarvoor moet je wel een sterkere positie hebben en zo'n invasie in Koersk kan daaraan bijdragen. Het is natuurlijk nog maar een postzegeltje vergeleken met heel Rusland. Maar ja, weet je, de eerste signalen van we zijn niet alleen maar een willoos slachtoffer, maar we kunnen ook de toekomst zelf helpen bepalen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk daarin. Ja, zeker. Nu kwam ook nog de plaatsvangend baas van de CIA met het verhaal, ja, Rusland kan Koersk echt niet zomaar terugveroveren. De Oekraïners zijn zich daar aan het ingraven. We zien posities gemaakt, loopgraven gestart. Is er inderdaad
kans op dat ze daar wel blijven, there to stay, of niet? Ja, nou, het is wel zo, als je wil blijven, dan moet je zorgen dat je daar hele goede stellingen hebt, ja. Verdedigende stellingen. En dat hebben we natuurlijk gezien, dat Rusland die zelf in Oekraïne heeft gemaakt vanaf augustus, september 2022. En dan blijkt het inderdaad heel moeilijk om met gemechaniseerd optreden om de vijand daaruit te jagen. En dat eerste Oekraïnse offensief in juli 2023, dat mislukte ook wel een beetje daar in het zuiden. En dat is nu wat de Oekraïners willen kopiëren in Koersk. Heel goed ingraven. Ja. Maar ja, daar heb je wel de tijd voor nodig. En daar heb je wel spullen voor nodig. En daar heb je wel de ruimte voor nodig. En dan moet je op de juiste geografische locaties doen. Zodat je ook goed zicht hebt. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. Nee. Maar wil je het behouden, dan moet je daar wel effort in steken. En het is de vraag of de Oekraïners daar de tijd voor hebben. Ja. Maar natuurlijk willen ze het houden. Want het is een enige onderhandelingsobject wat ze hebben tegen Rusland nu. En dat is voor hun wel heel belangrijk. Ja, het blijft altijd terugkomen op één aspect en dat is tijd, hè Patrick? Absoluut, ja. En wie heeft de tijd? Rusland en Poetin, die vinden dat ze een heleboel tijd hebben, want ze hebben gewoon een numeriek overwicht. Ja. Ze hebben een eigen industriële productie, ze hebben de hele economie omgeschaald naar een oorlogseconomie. Dat is niet heel lang houdbaar, want exporten vallen stil. Secundaire sancties van Amerikaanse banken tegen andere banken die zaken doen met Rusland. Die worden ook strenger en strenger. Maar ja, Rusland heeft daar nog te weinig last van om echt het verdrag te veranderen. En dat is het probleem met sancties. Het klinkt wel goed om dat te doen. Maar een effectieve gedragsverandering, ja, dat zie je nauwelijks gebeuren. Precies, ook dat heeft tijd nodig. Dank Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies.